In de Mimrebuku-kazerne zijn vandaag 156 militairen bevorderd in een naast hogere rang. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zei dat deze manschappen hun bevordering hebben verdiend aan de hand van geleverde prestaties. Ze benadrukt dat Defensie vertrouwen heeft in het potentieel van haar personeel en de waardevolle bijdrage die zij aan de samenleving leveren. Bij Defensie geloven we in Suriname. En we zeggen ook in alles wat we doen, Sranang Naloktu voor Allah. Maar we geloven ook in de potenties van ons personeel en bieden hun constant mogelijkheden om kennis op te doen, talenten verder te ontwikkelen en te groeien tot een supersucces. Daar waar de kennis ontbreekt in eigen huis, bouwen we bruggen en gaan we die kennis halen bij onze partners hier in Suriname, maar ook in het buitenland. Minister Mathura gaf ook aan dat haar departement de manschappen blijft stimuleren om hun volle potentie te behalen. Zo zijn er in de afgelopen 3 jaar bijkans 50 opleidingen georganiseerd en hebben meer dan 450 medewerkers de kans gehad om hun kennis te verrijken in het buitenland. We zijn het IDO, het Instituut Defensieopleidingen, die we in 2022 hebben opgezet, ook bijzonder erkentelijk en dankbaar, maar ook de hele legerleiding en de directie op het ministerie. Maar we zijn onze partners in Suriname en in het buitenland ook zeer erkentelijk en dankbaar. Het zijn unieke mogelijkheden om van elkaar te leren, om te excelleren en bij te dragen aan een welvarend en veilig Suriname. En dat is noodzakelijk. Zeker in een wereld die elke dag complexer wordt, digitaler wordt, onvoorspelbaarder wordt en waar vrede, veiligheid en stabiliteit essentieel zijn voor ontwikkeling en voorspoed. Met de bevorderingen van vandaag heeft het ministerie iets meer dan 500 militairen bevorderd in een naast hogere rang.